long term is dit wat je wil. We zeggen altijd, wanneer komen die grote partijen nou? Wanneer komen de instituties? Die zijn al bezig. Die zijn al bezig. En altijd komt de massa, de meute, het domme geld, zo noem ik het maar. Die komen er weer achteraan en die maken weer deze partijen rijk. Hey, welkom bij de Upcash. Ik ben Chris. En ik ben Mary. En vandaag staan we voor de New York Stock Exchange. Ja. We zijn naar New York afgereisd om het met jullie te hebben over OTC. OTC, dat is het grote geld, hè? Dat is het. Dat zit hier. Eigenlijk is dat in een notendop wat er bij de OTC gebeurt. Groot geld. Ja, de OTC-markt, dat is gewoon eigenlijk de markten waar peer-to-peer, zonder dat er een exchange tussenkomt, bitcoins worden verhandeld. Ja. En waarom is die OTC-markt nou zo belangrijk voor crypto? Nou ja, die OTC-markt... Kijk, als jij geen hele dikke portemonnee hebt, dan kom je daar nog een tegenwoordig mag je volgens mij minimaal inleggen van 100 miljoen. Ja, het begon ooit bij een paar ton, anders werd je nog ineens serieus genomen. Tegenwoordig is dat echt opgeschaald. Nee, het is snel opgeschaald en je ziet gewoon... Als jij grote aantallen bitcoins wil kopen, kan dat niet op een exchange. 100 bitcoin volgens mij. Ja, nou 100 bitcoin ongeveer. Als ik nu naar de exchange ga, zelfs op Binance, wat redelijk liquide is. Ja. Als ik daar 100 bitcoins ga proberen te kopen, heb ik te maken met ten eerste gigantische fees en met slippage. Slippage is het. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil nu voor 10.000 gaan kopen, er staat niet voor 10.000 aan bitcoin kopen, voor 100 bitcoins. Dat staat niet in het orderboek. Nee. Dus ik krijg slippage en dat betekent dus gewoon, ik betaal meer voor mijn bitcoin wat ik wil kopen. Nou, dat willen die grote partijen niet. Gaan ze naar een OTC-desk, dat is peer-to-peer. Kan je eigenlijk vergelijken met een soort brokers waar jij en ik onze bitcoin kopen. In feite wel, alleen kom je daar binnen met fictief een hele grote tas met geld. Ja. En zorgen hun dat jij die bitcoins voor een vaste prijs krijgt. Ja, direct. Dat is ook het voordeel. En het grappige is juist, die OTC wereld, hoe moet je het zeggen, dat is achter de schermen. Die OTC-desk hoeven geen rapportage te doen. Die brengen geen cijfers naar buiten, we verkopen dit. Natuurlijk, die werken met cliënten. Privacy staat hoog in het vaandel, dus dat wordt überhaupt niet vrijgegeven. Het grappige is wel, het hele OTC-gebeuren, het volume daarvan, is 3 keer zo hoog van wat wij op CoinMarketCap zien. Ja. En wat ik tegen jou voor de video ook zei, we zitten altijd voordat we de video's gaan maken hier ook over te praten. Ik zei tegen jou ook, ja maar Chris, dat OTC-gebeuren, dat heeft toch helemaal geen invloed op de prijs. Nee. Dat OTC wordt peer-to-peer verhandeld, daar zit geen exchange tussen, dus zorgt niet voor een stijging in prijs. Nee dat is het dus ook niet. Maar het zorgt wel voor adoptie. Die grote partijen gaan niet voor 10, 20, 100 miljoen aan bitcoin kopen als er geen vertrouwen is. Dat is eigenlijk het belangrijke punt van het hele OTC-verhaal, toch? Longer term. Die partijen gaan daar... Dit zijn grote partijen met veel geld. Die willen geen verlies maken. Nee. Er staat één ding boven water. Ze willen geen verlies maken. Die investeren met zoveel geld, maar om één reden, om nog meer geld te maken. Absoluut. Ja. Aan de ene kant ondersteunt het de prijs wel een beetje, want ze kopen die coins voor een bepaalde prijs. Dus de bodem wordt wel steviger. Alleen je krijgt niet direct een stijging. Long term is dit wat je wil. We zeggen altijd, wanneer komen die grote partijen nou? Wanneer komen de instituties? Die zijn al bezig. Die zijn al bezig. En altijd komt de massa, de meute, het domme geld, zo noem ik het maar. Die komen er weer achteraan en die maken weer deze partijen rijk. Je moet tegelijkertijd met ze instappen. Of eerder. Ja, nee, maar dat is de hele truc. Er is genoeg kans geweest om jouw stekje bitcoin op te bouwen of in te kopen. Hebben we ook vaak gezegd, vaak aangegeven. Maar er komt een dag, dan ben je te laat. Kijk, en al die signalen die zijn er nu. Het volume wat er is vrijgegeven in OTC is gigantisch. De verschillende partijen, de grote OTC brokers, hebben ook aangegeven. In 2019 zien we al 50% meer transacties dan het jaar daarvoor. Ja, dat zegt voor mij genoeg. Ja, inderdaad, want dat soort partijen doen dat niet voor een paar kruimels. Nee. Goed, dit in een notendop hoe de OTC-markt een beetje in elkaar zit en waarom het gewoon zo belangrijk is voor het is de echt belangrijk.
Ja. Vond je dit weer een top video? Smash sowieso even op die duim. En druk op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. En abonneer uiteraard op dit kanaal. Onderaan deze video vind je alle links terug in de beschrijving naar ons Discord kanaal. Dopie.nl voor merchandise. Dopiecash.nl voor info over Platinum. Over 1-op-1 sessies. Alles vind je terug onderaan deze video. Bedankt voor het kijken. En zien jullie de volgende keer. Ja. Later.